Jullie mochten eigenlijk helemaal niet hier, hè, komen op het Malieveld. Nee, dat mag wel meer niet, dus ja. Naam? Zundert. Ja. En waarom ben je hier? Ben je hier voor de tweede keer of niet? 1 oktober ben ik, was ook mee van de eerste dat ik zei, gewoon niet naartoe, want dat klopt niet, we zijn zat. Ja, ja. Wat ben je zat? Heel dat beleid allemaal. Wij moeten maar in blijven leveren. En we worden weggezet als en milieuactief, dieren mishandelen als en milieucrimineel. En ja. Dat vind ik, dat kan gerust iets veranderen, maar het moet wel niet alleen van onze kant komen, vind ik. Ja, jullie zorgen wel voor stikstof, toch? En de rest van Nederland ook, hè? Ja, alleen jullie een beetje meer. Dat wordt gesuggereerd en daarom zijn de andere club nou bij het RIVM. Daar ben jij niet geweest? Daar ben ik niet geweest. Ik zag het logistiek beter zitten om hier ook naartoe te rijden. Ja. Hier ligt de bron. Daar pakken hun de metingen van. Anders was je waarschijnlijk nou nog niet hier geweest. Waarschijnlijk niet, want ik heb gehoord van collega's dat daar alles helemaal dicht zat. Ja. Zeg, het was eigenlijk de bedoeling dat jullie niet op het Malieveld mochten komen. Nou, dat was in oktober ook niet. En kijk, dit is mooi dat we zo met zo'n grote groep zijn. Ja. En laten het vooral lekker rustig houden. Het gaat niet uit de hand lopen? Wow. Als ik een glazen bollet aan mij, dan ga je mij dat vertellen. Maar wat zou jij willen? Gerni. Nee, daar zijn we eigenlijk niet voor op weg, jong. Nee. Van Brabant, die van Groningen uit nergens, van niemand niet. Nee. Hey, laten we dat vooral niet opzoeken met elkaar. Maar ik vind wel, de politiek mag wel verantwoording af gaan leggen nou. Ja. Nou wel, het is niet nodig dat wij de tweede keer terug moeten komen. Toen wij hier 1 oktober waren, zijn we ons eigenlijk voor de gek gehouden. Ja. Want... ja, draai je eens om, want op de achterkant zie ik ook wat staan. Kijk, stikstof. Trots op Brabant. Stik trots op Brabant. Normaal wel. De ja. Brabanders zijn altijd trots en ik zeer zeker ook. Alleen Brabant doet al hard mee en ze willen de duimschroeven nog harder aantrekken. En daarom zijn we ook vrijdag naar de provinciehuis geweest. Omdat ze... Wat voor boer ben jij? Melkveehouder. Ja. Er wordt meer geprotesteerd dan gemolken op het moment, of niet? Nou, laten de oude luikjes thuis, hè, jongen. Dat gaat allemaal door thuis, hoor. Ben me niet bang.